De kwestie waarbij de fotojournalist Regilio Derby naar zijn zeggen hardhandig door de politie was aangepakt, is afgerond. De fotograaf is onlangs door waarnemend korpschef Roberto Prade uitgenodigd om over deze zaak te praten. Derby, die niet helemaal tevreden is over het verloop van de zaak, is toch blij met het initiatief van de waarnemend korpschef. De korpschef heeft me uitgenomen om zaken recht te trekken over die case van me. Dus 2 weken terug ben ik daar met meneer korpschef gegaan, meneer Prade. En we hebben gesproken. En we zijn toch al klusjes gekomen. En dat hij zich excuses aangeboden namens de korf. Ik heb het geaccepteerd. Is hiermee deze case, zoals je het noemt, helemaal gesloten? Ja, toch wel, want hoe ga je verder mee moeten doen dan? Dus die persoon heeft bijgelaten, dus... Ja, maar als je dat zegt, heb je wel een voldaan gevoel? Vind je, oké, mijn rechtsgevoel is nu wel in orde, want de waarnemend korpschef heeft zijn verontschuldiging aangeboden. Het is mij nu toch wel recht aangedaan. Vind je dat? Aan de ene kant wel, maar aan de kant niet. Maar ja, we gaan het zomaar moeten laten hoor. Je maakt het moeilijk. Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Waarom wel aan de ene kant en waarom niet aan de andere kant? Ik was toch niet tevreden met die gesprek. Weet u, ik was echt niet tevreden dat meneer Djent ook daar zou zijn om communicatie met elkaar. Dat konden we beter uitpraten. Weet u? Omdat de korpschef niet ter plaatse was. En ja, maar toch zo. Eigenlijk zou een confrontatie voor u beter zijn, maar u zegt, u gaat toch wel akkoord met de verontschuldiging. Ja, toch wel. Dat was Regilio Derby, fotograaf bij verschillende dagbladen. Hij is enkele weken terug in conflict gekomen met de politie, waarbij hij zou zijn gehinderd in de uitoefening van zijn taak. Verschillende actoren, waaronder de Surinaamse Vereniging van Journalisten, hebben in deze case hun stem laten horen, omdat een goede samenwerking met de politie gewenst is. Er moet echter wel een waarborging zijn dat de burgerrechten van de medewerkers niet geschonden worden.